lieve schorpioen. Welkom bij de algemene tarot coaching voor sterrenbeelden. Allereerst even wil ik beginnen met te zeggen dat dit een algemene reading is en dat alleen een persoonlijke tarot coaching aan de hand van een foto helemaal toegespitst kan zijn op jouw persoonlijke situatie. Deze readingen kunnen echter ook via synchroniciteit bij de juiste persoon terechtkomen. Maar het kan natuurlijk ook zo zijn dat je kijkt en dat het totaal niet overeenkomt met jouw situatie. Oké, als je echt geïnteresseerd bent in een persoonlijke tarot reading en de boodschappen voor jou, dan kun je de video reading aanvragen bij mij. Onderaan deze video staat de link naar mijn website. Maar mocht je voelen dat je nog met pijn uit je verleden worstelt, dan raad ik je aan te kiezen voor de persoonlijke tarot coaching inclusief innerlijk kindwerk. Dan leer ik jou hoe jij thuis de pijn uit je verleden kunt verwerken. Inzichten alleen is namelijk niet genoeg, want dan blijven toch de onbewuste kindstukken een rol spelen. Nieuw is dat ik begonnen ben met de Twin Flame School. Die is geschikt, ik plaats video's op mijn website, in mijn webshop. En daar gaan we intensief werken met padwerk, maar ook met de readingen. Ik krijg dan voor het collectief de boodschappen door. Van vuurtekens, aardetekens, de vier elementen. En die zet ik in mijn webshop. Maar tussendoor krijg ik ook allerlei boodschappen door die in de Twin Flame School terechtkomen. Daar kun je zelf een keuze in maken. Ik probeer dan te zeggen waar het zo'n beetje over gaat, zodat je kunt aanvoelen of het iets voor jou is of niet. Padwerk is een prachtige leerweg om echt zicht te krijgen op onbewuste psychische inhoud en hoe het toch komt dat je steeds vanuit dat ego of angsten blijft functioneren. Echt aan te raden. Ik heb zelf jarenlang padwerk bestudeerd en het heeft mij zo ontzettend verder geholpen op mijn pad. Goed, dat was dat. Schorpioen. Daar gaan we nu de reading voor doen. De situatie. Wat dwars ligt. Waar het bewustzijn zich op heeft. Dat onbewust is. Recente verleden. Advieskaart nabije toekomst. Jij. Invloed van anderen. Hoop en vrees. En de conclusie. Oeh, pittige kaart. Beginnen we er weer mee. Vorige ook al. Daar kom ik zo op terug. Ja, dit zijn niet readingen om achteroverleunend ontspanning te krijgen. Dit is echt werk aan jezelf. En het vergt heel veel moed om ook je schaduw onder ogen te komen. Daar zijn deze kaarten ook heel geschikt voor. Schaduwwerk. Met de schaduw verpesten we onze relaties. De relatie met onszelf, maar ook de relatie met anderen. Dus
Schaduw misleidt, de schaduw jokt, liegt, manipuleert, verdraait de boel, oneerlijk. Oké, nou, daar gaan we. Ik vloog er net twee schaduwkanten uit. Het kan zijn dat ik de één straks weg doe. Surrender. Niet vastklampen, maar loslaten is belangrijk. Oké, nou. Daar gaan we. Lieve schorpioen. Ja, dit is eigenlijk iemand die achterover leunt. Met een cocktailtje in de hand. De spiegel naast hem is aan het breken. Dat staat de symboliek van, voor de symboliek van, ja, alles om je heen is aan het breken. Maar deze heeft een houding eigenlijk van luiheid. Van ach, ik heb het allemaal wel gemaakt, ik heb het allemaal wel gezien. En ik hoef niet uit die luie stoel te komen. Het is tijd om van mijn cocktailtje te genieten. En dus hij gaat ook meer voor genieten. En deze is dan ook niet, die vecht dan ook, zonder het misschien bewust te zijn, tegen verandering. Wil alles bij het oude houden. Wil zijn tijd een beetje uit. Het zal mijn tijd wel duren. Het is goed zo. Maar dat is echt iets van het ego. Je ziel wil eigenlijk iets heel anders. Je ziel wil blijven groeien. Die wil blijven ervaren. En die wil ook groeien in bewustzijn en wil helen. Dat zijn twee tegengestelde krachten. Je ego-kracht, je willetje van het ikje en de goddelijke kracht. En dat, ja, daar kom je dan mee in innerlijk conflict. Maar ook in conflict met anderen. De schorpioen. Ja. Tjonge, deze komt toch zo ontzettend veel naar voren. Ongelooflijk. Ongelooflijk. Kijk, deze. Dat is eigenlijk het ego dat bang is. Bang is voor wat de innerlijke stem zegt. Je innerlijke stem, dat is je intuïtieve stem, die zegt ook bij deze persoon al lang van je moet uit die luie stoel komen. Er moet iets gebeuren om je weer dat één zijn te ervaren, om je één te voelen. Om dat het allemaal niet loopt zoals je eigenlijk wil lopen. Die innerlijke stem ligt op de hoop en op de vrees. Dus je hoger zelf hoopt dat je niet naar jouw ego-stemmetje luistert. Die zegt, ach, je hoeft niks meer, want ik heb alles al wel gezien en ik weet het allemaal wel. In plaats van naar die innerlijke stem te luisteren, die zegt nee. Want er is nog heel veel te ontdekken. Er is nog heel veel te ervaren. En er moet nog heling plaatsvinden. Kom op, je moet de moed opbrengen om uit die luie stoel te komen. Want je kunt nog veel meer bloeien. Je kunt in dat licht staan. Maar dan moet je wel in actie komen. En erkennen dat er heling noodzakelijk is. Dat er ook zaken losgelaten moeten worden. Maar je bent je er ergens van bewust. Maar je wil het eigenlijk niet. Je wil het aan het oude vasthouden. Dat is deze. Hier ligt een druppel. Die staat op het punt te vallen om in het al opgenomen te worden. Het één zijn. Nog met de kosmos. Een warm bad. Maar dat is een weg die je aflegt. Een onbekende weg. En deze wil eigenlijk dat onbekende niet bewandelen. De luiheid is dus eigenlijk ook een excuus om het innerlijk werk niet te doen. En daar zit natuurlijk angst achter. Hè? Want om je innerlijk werk te doen heb je moed voor nodig. Want om in het licht te kunnen staan moet je eerst het donker aanschouwen. Ook in jezelf. Je eigen schaduw. En dat is nou net
waar het ego moeite mee heeft. Maar ook bij jou, lieve schorpioen, is er heling noodzaak. En als deze tevoorschijn komt, dan ben je er klaar voor om te helen. Alleen je ego houdt je tegen. Maar ondertussen krijg je wel steeds meer stress in je leven. En kan het zelfs zo zijn dat je als je zo doorgaat, dit is ook perfectionisme, en ook een beetje arrogantie, hè, want je kunt de dingen ook niet delegeren, want je houdt het allemaal zelf in de hand. En daarmee zeg je dus eigenlijk van ja, ik kan het beter dan anderen. En ik hoef niet te leren. Achter perfectionisme zit altijd faalangst. En dat is eigenlijk wat je als kind, kijk, die komt al uit die sluier. Dat is het kind die eigenlijk faalangst heeft opgebouwd en dat overcompenseert met perfectionisme. Je bent waarschijnlijk op de verkeerde momenten passief en achteroverleunend en wil je genieten van wat het leven je te bieden heeft aan cocktails, aan slofjes en aan vakanties, dat soort dingen. En je bent eigenlijk ook op de verkeerde momenten te actief. Vervolgens komt dat tot uitdrukking. We hebben yang en yin. Yang is actie, daadkracht. En yin is afwachten zonder te sturen, stil zijn, aanwezig zijn, luisteren, zacht, koesterend. Maar dit is niet koesterend. Dit is eigenlijk gewoon de lusteloosheid en de luiheid om in actie te komen. Anders dan dat je gewend bent. En vooral om naar jezelf te kijken. En om te leren gewoon te zijn. Gewoon zijn. Hier loopt iemand in de natuur en die kan van de kleine dingen genieten. En die is blij met gewoon te zijn. Wie ze is. Wie hij is. Zonder opsmuk. Zonder perfectionisme. Zonder allerlei toeters en bellen. Gewoon de authentieke zelf zijn. Dat is eigenlijk wat je nog moet leren. Maar dat vergt dan moed, omdat je moet onderzoeken waarom je dat nog niet kunt zijn. En dat je dus oude overtuigingen moet loslaten, oude pijnen moet loslaten. Maar ook oude overtuigingen moet loslaten dat je bijvoorbeeld niet mag huilen. Want het kan maar zo zijn dat jij ook koud en kil kunt overkomen. En dat jij jezelf steeds meer in een isolement manoeuvreert. En dat is ook de spiegel die aan het breken is. De illusies. Als jij jezelf aan hebt geleerd of een ander heeft jou aangeleerd en jij hebt het vervolgens als waar aangenomen en je mag van jezelf niet huilen, dan word je dus koel, koud, bevries je in het contact met anderen. Je raakt in een isolement, in eenzaamheid. En je wordt te vreed, te koel naar anderen. Je empathie verlies je. Je inlevingsvermogen verlies je eigenlijk. Deze deelnamekaart ligt op het recente verleden. En dit is ook een ontvangende hand en een gevende hand. En gezien die andere kaarten kan ik hier alleen maar uit opmaken dat bij jou het geven en ontvangen uit balans is. Waardoor je niet echt kunt deelnemen aan alles wat er is. En ook qua je één voelen met de mensheid. Het kan eigenlijk niet, want je bent niet één met jezelf. Je onderdrukt eigenlijk ook bepaalde pijn. En dat kun je nooit helen. Terwijl je wel klaar voor bent. Dus met betrekking tot invloed van anderen. Waarbij anderen invloed op jou hebben gehad. En nog hebben. Is het eigenlijk aan jou de
de keuze om moed op te brengen om die reis te maken naar je volledig je potentieel. Maar dan moet je dus eerst ook alle blokkades wegwerken die er nog zijn. Want eigenlijk wat op gewoon zijn dwars ligt, is het bewustzijn. Dus eigenlijk loop je nog in verwarring rond, in mist rond, fog, mist, de sluier van illusie. En die is wel aan het wijken trouwens. Je zit hier zeg maar een schaduwfiguur die echt in mist gehuld is en het allemaal niet zo duidelijk kan zien waarom die toch iedere keer in bepaalde situaties belandt. Maar niet echt naar wil kijken. Maar het kind komt hier al tevoorschijn. En dat wil dan zeggen dat je nog pijn hebt van vroeger. En dat je daar nog niet een hoger bewustzijn over hebt. Het is nog mistig. Het is nog verwarrend. Dus inzicht is heel erg belangrijk om te kijken. Fog is fear, obligation, guilt. Waarschijnlijk heb je als kind ook toch wel in angst, angsten gehad, maar ook verplichtingen. En als je niet aan die verplichtingen voldeed, dan schuld. Hè? En je hebt jezelf dus ook niet meer toegestaan om te huilen. Empathie gaat verloren. En dus kun je ook hard zijn. En ook dat je, als een ander bijvoorbeeld dan bij je zou komen met verdriet, dat je dat makkelijk weg kunt wuiven. En dat een ander zich daardoor dan ook wellicht in de steek gelaten voelt. Kijk, wat de advieskaart daarbij in de toekomst zegt, is ja, ga er alles aan om je weer verbonden te voelen met de mensheid, met de kosmos. Maar nu kun je dat onmogelijk voelen omdat je niet verbonden voelt met je innerlijk kind. En met jezelf, met je emoties. Je raakt steeds meer in een isolement, nogmaals. En dat ben je aan het overcompenseren met perfectionisme. Ja, zie. De arc of the covenant, 11 op de kop, is dat jij... Dit is karmisch. En als die op de kop ligt, dan heb je eigenlijk je contract met je hoger zelf verbroken. Je leeft echt niet meer vanuit je innerlijke stem. Je leeft vanuit je ego-bewustzijn. En dan blijf je zeg maar in je mist. Je hebt... you've avoided your karmic work. Je hebt je karmische werk, je innerlijke werk... niet gedaan. Je hebt het voiden. Dat je dat hebt vermeden. En dat is dit. Je karmische werk vermijden. Niet naar jezelf willen kijken. En dat brengt dan jouw je hogere doel terzijde. En je bent dan te druk. En je werkt te hard. You're too busy or it's too hard. En je vindt het te moeilijk om het innerlijk werk te doen. Or you have knowingly chosen to be directed by your fears and emotional needs instead of what's best for you. Of je hebt naar de naar je angsten zeg maar geluisterd en je emotionele behoeften. Hè? Dit is ook de lagere behoefte van, ach, ik wil alleen maar genieten en voor de rest is het oké. Ja, en dus deze zegt, it is time to wake up. En het is tijd om dus wakker te worden en met je innerlijke werk te beginnen. Ja, er is iemand of iets, en de Queen of Scrolls ligt op de kop, bij je helingkaart. Het kan zo zijn dat, kijk, die Queen of... of scrolls, die is iemand die die voor verstoring zorgt. En iemand wel die intellectueel is, een vrouwelijke energie, en heeft ook
sterke verbale communicatievaardigheden. Kan in de marketing werken of in een communicatieveld. Maar het is niet iemand die voor verbinding zorgt. Kijk, het kan maar zo zijn dat jij dit bent. Een man in een vrouwelijke energie ligt op de kop. Hier wordt de vrouwelijke energie verlogen. Dus doe je alles met je denken. En van hart tot hart communicatie. En je verbonden voelen ook met de ander. Ja, dat ligt dan op de kop. Dat is deze. En waardoor de communicatie ook niet van hart tot hart kan plaatsvinden. Het kan zowel voor een man als een vrouw gelden. Dus, je vrouwelijke energie ben je aan het onderdrukken. En dan word je ook... dan ben ik hem weer kwijt. Dan word je ook wat hard. Op zich is het wel een vrouwelijke energie met wijsheid. Maar neiging om hard te zijn. En veel meer vanuit obligation, verplichting te werken. En dan deze heeft weinig empathie. Oké, ja, en dan plaats je eigenlijk, dat is de archetype prostituee, dat past dan hier ook bij, dat je eigenlijk materiële overwegingen en veiligheid plaatst boven je zelf-empowerment. Dus dat je zelfonderzoek en je in je eigen kracht gaat staan en heelt. Dat je materiële overwegingen en veiligheid op nummer 1 staat. Deze is er eigenlijk gewoon bang voor. Maar in de lichtkant is dat je de uitdaging aangaat. Om te overleven of te gaan leven. Zonder dat je de power of spirit negeert. Deze redeneert eigenlijk veel meer vanuit het ego, bewustzijn. En niet vanuit die goddelijke stem. Terwijl dat die wijsheid wel in jou zit. Dat is... Maar door angst volg je dat niet. Even kijken of er nog meer is. Should also be understood as the selling of talents, ideas and any other expression of the self. Iedereen heeft trouwens dit archetype in zich. Everyone has this archetype. Het is een uitdaging voor je om te verleggen. En het contact met je hoger zelf weer daarmee weer te gaan verbinden. Je innerlijke stem. Want je hebt de neiging om wat tyranniek dan anders te worden. Imposing your own tyranny over those you claim to liberate. Ignoring legitimate constraints. Dus je eigen tirannie eigenlijk over anderen imposen. In plaats van dat je ze bevrijdt, de mensen bevrijdt. Daardoor kun je ook compromissen sluiten met integriteit en eerlijkheid. Kijk, als je zelf niet huilt, dan word je hard. En dan
dan ga je dus ook met integriteit en eerlijkheid compromissen sluiten. En dan sta je ook toe dat een verslavend patroon autoriteit heeft over jouw innerlijke spirit. Dat kan, dat er ook een verslaving is, waar je ook nog niet mee wil stoppen. Of ja, dat nog zeg maar de regie neemt. Deze voel ik even niet. Surrender to what is. Ja, dat is dan ook heel erg belangrijk. Dat je je gaat overgeven aan wat er echt gaande is in jezelf. Geef je over aan ook het verdriet. Want bij jou is de sleutel om dit daarmee te beginnen. Om je tranen toe te laten. Want dan zet je al heling in beweging. Ja, dit was het, lieve schorpioen. Best wel pittig. Maar laat ik je dit zeggen. Ik heb hier ook in gezeten. Ik heb hier ook in gezeten. En ik ook was een klein tirannetje voor mezelf. Maar ook voor hart, voor mezelf en anderen. Ik weet precies hoe het is. Ik ben ook een waterteken. En watertekens die erg gekwetst zijn in hun jeugd. En die kunnen zich wel eens gaan beschermen door een harde panzer te scheppen. En dat is een beetje bij jou ook het geval. En dat je dan ook veel meer gaat voor je werk en voor die zekerheid in plaats van je innerlijke werk. En je komt op een punt dat je niet meer verder kunt. Dat je ook, ja, ik heb 2 keer burn-out gehad voordat ik wist van ja, ik zou toch echt mijn innerlijke werk moeten gaan doen. Dus dat ligt er eigenlijk voor jou ook, lieve schorpioen. Dankjewel voor het kijken. En je kunt mij vinden voor als je een afspraak wilt maken. Onderaan deze video staat de link naar mijn website. Dankjewel en tot volgende maand. Bye bye.